Here's to hope. I'm gonna spend all night wiping those hopes and dreams off my boots. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video preview hier op Gamerset.nl, waar we natuurlijk alles uit de doeken doen over de games die nog gaan komen. En een van die games die nog gaat komen is Far Cry New Dawn, een uitbreiding op Far Cry 5. Maar standalone. Standalone uitbreiding op Far Cry 5, waarin de spoiler alert avonturen na Far Cry 5 gaat beleven. Dus Far Cry 5 eindigt. Spoiler alert, nu stoppen met kijkers die weten. Met een nucleaire explosie. En jij komt post-apocalyptisch terug de game in, toch nog 3 uur aan de slag. Hoe was het? Ja, het speelt zich af 17 jaar na die... 17 jaar. Van Joseph Seed en al zijn kompanen. Dus dat verhaal dat gaat dan opzij, maar we gaan wel weer terug naar een soort van revamped Hope County. Dus deze keer zijn ze ook vrij transparant. Ubisoft zegt hier echt letterlijk van... Dezelfde map gebruikt. We hebben dezelfde map gebruikt. Terwijl ze dat bij Primal natuurlijk, wat toen van Far Cry 4... Toen was het zo van, oh, dit is een standalone ding. Maar het is toevallig helemaal precies dezelfde kaart. Nu zijn ze daar iets transparanter in. Het is een klein beetje anders gemaakte kaart. Maar het is wel het Hope County wat je kent. Maar dan gooi je daar een hele... post-nucleaire soort van shitstorm overheen en dan krijg je dus New Dawn. Ja, Fallout, en... Metro Exodus, Rage 2. Nou, Rage 2 daar zit wel, want je ziet de kleur hier achter ons. De voerkleur van Rage 2 is ook de accentkleur van Far Cry New Dawn. Ja, maar ik bedoel, dat post-apocalyptische, hoe is dit anders dan die andere games? Nou, ergens toen deze game, eerst lekte het uit, toen werd het natuurlijk onthuld bij de Game Awards. Heb je kunnen lezen op gamerset.nl. Maar het punt toen was echt zo van, oh shit, Far Cry gaat Fallout. Weet je, ze gaan post-nucleair, dat wordt super tof. Ergens had ik gehoopt dat dit meer een soort van post-nucleair epos zou zijn. Eigenlijk als je de game, als je Far Cry New Dawn opstart, je bent binnen 2-3 minuten vergeten dat het überhaupt post-nucleair is. Maar kom je niks tegen dat verdord is? Ja, er zijn wel nog bomen, was schraal, maar tegelijkertijd het is 17 jaar later, dus alle bloemen staan weer in bloei. Het is super kleurrijk, er is mooi water, er zijn weer allemaal dieren die soort van... Gemuteerd zijn? Nee, niet echt. Een beetje. Weet je, er zijn beren en er zijn honden. Sommige honden zien er een beetje raar uit, maar... Oké. Niet echt dat je denkt van... Een monster! Maar de mensen die daar wonen, dat is nu totale anarchie. Daar voelde ik heel erg Mad Max bij. Ja, dat is wel een beetje het geval, ja. Er is dus de Highwayman, is zeg maar de nieuwe soort van grote post-apocalyptische dreiging. En dat is gewoon zeg maar een groep bandieten die probeert de wereld te over te nemen. En dan heb jij een soort van kamp waar je woont? Ja. Prosperity is je eigen kamp. En dat ben jij daar de koning van? Nou, niet echt. Je komt daar nieuw in, maar je mag vervolgens wel bepalen wat er geüpgrade wordt en wat je naar wie brengt en zo. Dus in die zin is het wel anders dan een andere Far Cry game, omdat je iets meer hebt met het craften en je hebt een kampje wat je uit kan breiden. En dan heb je dus tof, zelf dat vind ik echt serieus leuk. Ja, dat is heel leuk gedaan. En sowieso is de game iets meer RPG gegaan. Ze noemen het zelf een light RPG. Maar verder is het wel een Far Cry zoals je het kent, met het schieten, met het craften, met gekkies die je af moet schieten en zo. Maar daar hebben ze nooit over gelogen. Je krijgt gewoon meer Far Cry. Je krijgt meer Far Cry. Je moet gewoon niet verwachten dat dit iets richting Fallout gaat, dat het lijkt op Rage 2, dat het... Maar het is juist misschien wel positief, want dan is het wel meer zijn eigen smoel. Ja, dat het dan wel hetzelfde smoel is als het vorige deel, hetzelfde smoel als Rage 2. Ja, oké, full disclaimer. Ik had gewoon heel erg gehoopt dat het een heel erg andere soort van Far Cry aan het worden was, maar ik zag gewoon in de eerste 5 minuten al van, oh, het is dezelfde Far Cry als 5, en 5 is bijna hetzelfde als 4, en 4 is bijna hetzelfde. Nou ja, anyway. Ja. Dus dat. Maar goed, als je een Far Cry wil, dit is 100% Far Cry, en hij kost ook maar €45. Dus dat is helemaal primo shit, en je krijgt ontiegelijk veel gameplay, want het is een Far Cry. Ja, er zit heel veel gameplay in, en je zei tegen mij dat het heel erg mooi is. Ik vind het gewoon heel erg mooi eruit zien, ook kleurrijk en zo. Dus ja, tuurlijk, je zou zeggen post-nucleair, dan is alles verdord. Nee, alles is super kleurrijk en alle gekkies hebben natuurlijk ook weer allemaal gekke kleuren en zo. Dus hebben we nu Rage en Far Cry aan het vrolijke kant van het spectrum en Metro en Fallout aan het groezelig. Fallout uit echt verdorde spectrum. Ja. Maar ook meer vanuit een soort van maatschappelijk punt. Ja. Ik heb het idee dat je meer had gewild, maar dat je ook wel content bent dat het gewoon Far Cry is. Want ja, ze hebben ook niet meer beloofd, hè? Nee. Maar ik vind wel leuk hoe ze dus meer op dat craften ingaan en dat light RPG. Gebeuren is eigenlijk ook wel lachen, omdat je nu, je hebt dan 3 levels, alles heeft 3 levels. Je wapens, maar ook de vijanden en de omgeving en zo hebben 3 levels. Dus dan weet je gewoon van, oh, die enemy is level 2, ik heb een level 1 gun, kan ik beter later terugkomen. Ja, precies. Maar hetzelfde met die outpost. Ik vind dat uitbreiden van je kampje heel tof. Ja, dat is wel lachen. Ik ben een fanatiek Red Dead Redemption 2 speler. Ik vind, als je kampjes mag uitbreiden, als ik mag bijdragen aan een beter kamp, vind ik leuk. Ik denk wel dat je
Het gaat denk ik niet echt op Red Dead Redemption lijken. Het is natuurlijk nog steeds, het kamp is natuurlijk ook weer een soort van excuus om meer de open wereld in te duiken. Want je hebt voor alles heb je ethanol nodig. En ethanol kun je alleen maar krijgen door het hele level door te gaan. Alle outposts te clearen, ze dan 3 keer te clearen. Want elke outpost kun je opnieuw herspelen in een nieuw level. Dus in die zin is het wel gewoon weer, het is Far Cry, het is lekker veel craften. En 1000 uur gameplay. En 1000 uur gameplay, want het is Far Cry en je moet heel veel craften. Ja, oké. Okay. Nou ja, prima. Duidelijk, wil je echt alles weten over Far Cry New Dawn? Check even de geschreven preview van Tom. Heb ik ook gedaan. Het was een leuk, interessant stukje om te lezen. Echt, ik ging rijker weg dan dat ik naar mijn laptop liep. Mooi. Dank je. En wil je echt alles weten over Far Cry New Dawn, kom dan ook vooral richting de release op 15 februari. Oh, dat weet je zeker of je zegt het ook vragend? En wil je echt alles weten over Far Cry New Dawn, kom vooral terug richting de release op 15 februari. Want we hebben uitgebreide reviews van de game en gameplay en alles wat je maar wil weten over de game hier bij Gamersnet.nl. 15 februari, ik ga dan op vakantie naar Curaçao. Dat is ook lekker, maar jullie gaan lekker Far Cry New Dawn spelen. 45 euro. Oh, van oud vrouwtje, weet je? Ja, dus voor... Ik ken hem thuis ook. Ja, ik ken hem thuis ook. Het is gewoon goedkoop. Ja, het is een goede handel. Ja, goede handel. Hebben wij marketingcampagne van Far Cry? Nee, maar 45 euro.